We zijn bij Surf the Dinner, georganiseerd door Surf the City. Het ziet er in ieder geval al gezellig uit en ik heb berenhonger, dus laten we een kijkje nemen. Surf the City is een vrijwilligersorganisatie voor studenten in Tilburg. Dat wil zeggen dat als je een student bent en je vindt het leuk om iets voor de stad terug te doen, dan kun je bij ons terecht om eigenlijk maandelijks een activiteit ofwel te organiseren of gewoon een keertje gezellig mee te doen om vrijwilligerswerk te doen. En dat is dan sociaal maatschappelijk vrijwilligerswerk. Dat wil zeggen dat je eigenlijk bij een heel diverse doelgroep gaat kijken wat er allemaal gebeurt en waar je ze mee kan helpen. Als voorbeeld bijvoorbeeld, je kan bij ouderen simpelweg gaan wandelen, maar je kan ook een grotere activiteit verzinnen, net als deze, waar je sociale lagen bij elkaar brengt en hoopt dat mensen wat van elkaar gaan leren. Wat staat er op het menu? Als Amuses hebben wij, ik heb een eigen cateringbedrijf in kleine hapjes en in Amuses hebben wij eigenlijk die hapjes gebruikt om bijvoorbeeld een mozzarella mousse met een salsa van tomaten, rode ui en Indische gehaktballetjes en van dat soort dingetjes als Amuses. Als voorgerecht hebben we een heel lekkere salade gehad met gerookte kip en een honing mosterd dressing met confijten tomaten uit de oven en zelfgemaakte kruidencroutons. Daarna hebben wij een courgette soep met kruidenkaas geserveerd met basilicum erboven. Op. En als hoofdgerecht zit nu allemaal in de oven. We hebben gepofte aardappels met een soort van crème fraîche mousse met bosuitjes, allemaal verse kruiden. En daarbij hebben wij vanuit een sponsoring, een slager, hebben wij heel lekkere Argentijnse varkensaspiesjes gekregen. En we serveren daarbij een koolsla en nog een soort van caviar van aubergine. En de ster hebben een trio van we hebben zeg maar mini tiramisu'tjes gemaakt met pepernoten. En eat and mash, dat is zeg maar slagroom en merengue en rood fruit. En we hebben van intermezzo hebben wij heel lekker sorbetijs, mango sorbetijs gekregen. Dus eigenlijk een soort van trio van dessertjes. Wat vindt u zover van deze avond? Heel erg leuk. Ja, het is bijzonder meegevallen. Alleen bij de entree wisten we eigenlijk niet waar zijn we terecht gekomen. Maar hier is het geweldig. Heerlijk. En wat vindt u van het eten? Heerlijk. Ja, goed. Prima. Lijima, wat kom jij vandaag hier doen? Uiteten. En waar had je gehoord van dit event? Van mijn moeder. En wat lijkt je zo leuk aan? Wat leek je zo leuk aan en je dacht van dat ik moet komen? Ja, ik vond het wel gezellig als ik en mijn moeder en mijn zus hier komen. Dus je hebt er een leuk familie-event van gemaakt? Ja. En wat vind je van het eten? Vind je het lekker? Ja. Dat was het alweer, Surf the Dinner. Het is een hele leuke en gezellige avond. Het is nog volop gaande en het concept is heel leuk dat de mensen die elkaar niet kennen bij elkaar aan de tafel zitten, zodat ze elkaar beter kunnen leren kennen. Tot ziens.